Later dan gepland aangevangen, maar dat kan natuurlijk ook gebeuren vanwege onvoorziene omstandigheden. Feit is dat we hier zo zijn voor een heel belangrijke gebeurtenis en dat zijn de hoorzittingen. We zijn gestart in de oostelijke polders. Het is vorig jaar niet gehouden. We weten dat COVID ons parten heeft gespeeld daarbij. De veiligheid van onze burgers staat natuurlijk hoog in NEC. Vandaar dat het vorig jaar dus niet is doorgegaan. Maar dit jaar hebben we gezegd, we moeten de mensen zeggen wat er allemaal is gerealiseerd. En we moeten ook gaan aanhoren wat de pijnpunten in het resort ook zijn, om die dan mee te nemen in het plan voor het komend jaar. Het is de bedoeling dat u als burger de mogelijkheid later geboden wordt, wanneer de gerealiseerde projecten aan u gepresenteerd zijn, dat u ook inspraak zal hebben om aan te geven wat u graag opgenomen zou willen zien in het districtsplan. Maar daarover gaan we dus later meer hebben. Ik wil aan u voorstellen, de personen die hier in de oostelijke polders de kar trekken, en dan praat ik over het resortbestuur, de resortraadsleden van de oostelijke polder, die worden dus voorgezeten door de heer Prem Kumar Nunda, als u even laat uw hand. Dat is dus de voorzitter. De ondervoorzitter is de heer Dharamdeo Lachman, die zit daar. De eerste secretaris die is Noorinder Deo Bholanat, die zit dus daar. De tweede secretaris, dat is mevrouw Helen Kromo Jemiko. En u ziet het, dat gendergedeelte die zit, is duidelijk merkbaar. De overige leden, dat zijn de heer Dharamdeo Bhawan, Manoj Kumar Bidesi, de hand alsjeblieft op als ik uw naam noem, Manish Jairam, die is afwezig, Amdat Khan Koda, die zit daar. Dan hebben we verder ook nog Sakimin Manguntaruno, die is afwezig, Manoj, die is er? Oké, die is dus daar. Dan hebben we Manoj Kumar Murahu, geen onbekende in het resort zeker. Ramdeo Ramdhan, die is ook daar. En Sudesh Ramnarayan Singh, die zit daar. En Mario Sumo Wijoyo, die is dus afwezig. In ieder geval, dat is dus uw resortraad. De mensen bij u mag aankloppen wanneer er zaken zijn die u bespreekbaar wil maken en we de hoorzitting reeds hebben gehad. Dat zijn die mensen dat te alle tijden dat u bij hun een open oor vindt om de zaken aan te kaarten. Natuurlijk is de DC er ook, maar de DC kan ook niet aan iedereen gaan ontvangen en daarom zijn er dus ondersteunende organen die dat werk dan ook doen.